Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe vlog van Jessica besteedt haar dag met. En deze keer besteed ik mijn dag met medicatie. Hierin ga ik jullie meenemen op mijn route in de wijk. En kom ik bij verschillende cliënten thuis waar wij of hun begeleiden met de medicatie of dat ze iets in huis hebben waardoor ze zelfstandig hun medicatie kunnen beheren en kunnen blijven innemen. Of juist dat wij dat weer aanreiken als degene die bij hun komt. Dus ik zou zeggen, kom met me mee. En anders weet je het, hè? Hieronder eventjes een duimpje omhoog en laat een comment achter. Dankjewel! Ik sta nu voor de deur bij mevrouw Swaluwee. Mevrouw krijgt na een operatie wat ondersteuning van ons. En daarnaast prikt zij zelf een subcutane injectie fractieparine. Deze prikt mevrouw in de buik. Meestal krijgt iemand fractieparine na een operatie. Nou, in dit geval is mevrouw geopereerd geweest. En de bedoeling met fractieparine is eigenlijk om te voorkomen dat iemand trombose krijgt. We gaan eventjes laten zien hoe je daar de ondersteuning bij biedt. Hoi allemaal, nou ik ben inmiddels bij mevrouw Swaluwee. Een hele gewaarwording, zo'n vlogcamera mee. Dag Jennifer, een leuke camera. Jennifer, ik heet inmiddels ook anders, dan weten jullie dat ook. Jessica, hoi. Ja. Ik kom dus eigenlijk om die fractieparine ondersteuning die mevrouw zelf prikt te doen. Maar ik kom net binnen en wat vertelt mevrouw? De fractieparine is al op, het hoeft niet meer. Helaas, dus deze missie is mislukt. Is niet geslaagd. Nu ga ik naar meneer Gebhard toe. En dan laat ik jullie even zien wat we daar doen bij hem qua medicatie. Hallo! Goedenavond! Oh. Meneer Gebhard, waarom komen we u helpen met medicatie? Omdat ik een oud mannetje ben. Omdat u een oud mannetje bent? Controle. De controle, oké. Okay. Dus we komen eigenlijk controleren of u de medicatie inneemt? Ja. Helpen we u er ook een beetje mee? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. En dan ben ik tevreden mee. Nou, gelukkig. Ja. Dat scheelt. Ja. Nou heb ik op deze telefoon heb ik een hele handige app. En dat is de medicatie app. Nou, ik heb nu dus opgezocht in de medicatie app wat meneer aan medicatie krijgt vanavond. Dat controleer ik ook nog eventjes door middel van deze medicatierol. Meneer heeft deze medicatierol. Daar staat precies eigenlijk op welke dag, welke tijd en welk medicijn er ingenomen kan worden. Dus dan gaan we dat nu even geven. Belangrijk ook natuurlijk bij medicatie is dat je de handen wast. Helemaal natuurlijk met medicatie zoals de oogdruppels. Dus dat gaan we even doen. Dan neem ik de oogdruppels mee. Het pilletje in mijn bekertje en heel belangrijk, het glas water. En dan mag u voor mij uw pilletje innemen. Nou, de borrel van de dag. Proost. Ah, als het maar smaakt. Dan gaan we de ogen druppelen, denk ik, hè? Oké. Okay. Ja? Moet je aan, hoor. Nog één. En als twee, want op één been kunnen we niet. De oogdruppels zitten erin. Meneer Gebhard heeft zijn medicatie gehad. Ja. Nou, dat was hem denk ik, hè? Ik denk het ook, ja. Ik ga je naar de uitgang brengen. Oh, ik moet naar de uitgang. Ja? Nou, dat fijn dan weer. Goed. Maar bedankt dat we dit eventjes mochten laten zien. Oké, graag gedaan. Nou, jullie zien het. Ik word de deur uitgegooid door meneer Gebhard. Nou, ik gooi niet hoor. Niet? Oh. Ik ben te zwaar. Dag mevrouw Dekker. Wat ziet u er leuk uit vandaag? Ik vind het een leuke kleur. Ja, die zit er ook. Ja. Mooie bloemen. Ja, ik was gisteren jarig. Was u gisteren jarig? Ja. Nog van harte gefeliciteerd. Ik ben 93 jaar geworden. Bent u 93 geworden? Ik zou het u niet geven. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. Jippiedepiep. Hoera. Jippiedepiep. Hoera. Jippiedepiep. Hoera. Hoe was uw dag gisteren? Nou, heel erg leuk, want gistermorgen kwamen dus die mijn komen wassen. Nou, die wisten natuurlijk ook dat ik jarig was, hadden ze al gezien.
Nou, dat was zo erg lief. Gingen ze in een kamer staan, mevrouw Dekker gaat u daar zitten. En toen hebben ze met z'n tweeën mij helemaal geweldig toegezongen. Oh, van lang zal Annie Dekker leven. Nou, dat vond ik zo erg lief. Wij komen, als ik het goed heb, met de zorg 2 maal daags bij mevrouw. Om te helpen bij de ADL-zorg. Ja. En dat houdt dus in dat je misschien helpt met wassen, aankleden, eventjes kijken of mevrouw gegeten heeft. Iedere dag, ja. Dan komen we eigenlijk iedere dag voor langs. Behalve zondag. Behalve op de zondag inderdaad. Ja. Om die medicatie goed in te nemen, ja. Hebben we dus een apparaatje gevonden wat mevrouw eigenlijk helpt om zelfstandig te blijven. Ja. En wat doet de Medido? Kunt u dat uitleggen? Nou, die Medido die geeft aan met een, ik zal maar zeggen, met een bel. Die net op de telefoon gaat. Ja. Met een bel. En dan loop je daar naartoe. Je drukt op die knop. Ja. En dan komen die medicijnen eruit. Maar ik vind het ideaal. Gelukkig. Maar dat is ook heel belangrijk. Ja, dat u er blij mee ook bent. Fijn. Ja, ik ben er erg blij mee. Want als u er blij mee bent, dan zijn jullie dan zijn wij ook blij. Mevrouw Dekker, ik wil u heel erg bedanken dat u dit filmpje op wilde nemen. En wat uitleg wilde geven over de Medido. Ik denk dat het leuk is dat de uitleg van u kwam. Ja. Mevrouw Dekker. Ja. Dan ga ik er weer vandoor. Ja. Nog een lekker paaseitje. Een paaseitje? Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Dat vind ik wel lekker. Dank u wel. Ja. Dan neem ik die mee. Heb ik weer wat lekkers voor onderweg. Ja. U mag denk ik de deur voor me openen, want uw kennende zit hier op slot. Ja. Ja, voor de boze mannen die aan de deur komen. Ik wacht nog altijd op een hele leuke man die aan de deur komt. Een hele leuke man? Ja, die dan zegt, wat ben jij leuk? Doet u nu een oproepje? Zullen we samen op pad gaan? Ik vind altijd alle mannen leuk. Als ze maar gezellig zijn. Dat is zeker zo. Ja. Ik zie u de volgende keer. Ja, dag. Doeg! Leuk dat jullie naar deze vlog weer hebben gekeken over de medicatie. Zoals jullie zien helpen wij dus bij het uitreiken van medicatie en dat kan verschillend zijn. De Baxterrol, dus de medicatie in de zakjes, dat mensen op een deeltijd hun medicatie kunnen innemen en ook zien welke medicatie het is. Daarnaast de Medido, die mevrouw Dekker heel goed uit heeft gelegd. Als de Medido bijvoorbeeld niet... het niet doet of dat iemand zeg maar zijn medicatie er niet heeft uitgepakt, dan worden wij ook gebeld. Dan krijgen wij daar een melding van. Dus dan proberen we die ook op te lossen. En daarnaast heb je natuurlijk als mensen fractieparine krijgen of een vitamine B12 injectie, et cetera, dan kunnen wij die ook toedienen. Of helpen wij daar als ondersteuning mee, zodat iemand zelf kan leren prikken. Dus eigenlijk zijn er genoeg dingen waar wij... bij helpen met medicatie in de thuiszorg. Dus ik hoop dat jullie wat wijs zijn geworden. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En jullie weten het. Even een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En aan de onderkant laat gerust een reactie achter. Want we willen natuurlijk graag weten wat jullie van de vlogs vinden.